De Joodse gemeenschap in Eindhoven groeit. Het afgelopen jaar sloten zich steeds meer mensen aan bij de orthodoxe Joodse gemeente in de stad. Belangrijke reden is de aanstelling van een rabbijn. De Joodse gemeenschap was aan het krimpen, al vanaf de jaren 80. En een eigen rabbijn kan de mensen binden en verbinden. We hadden eigenlijk twee keuzes. Of we doen niks en dan gaat over 5 jaar het licht uit omdat de Joodse gemeente te zielen is. Of we nemen een rabbijn aan en als dat niet lukt, dan ook over 5 jaar gaat het licht uit. En men heeft het in ieder geval geprobeerd. Ik werk samen met de Joodse gemeente bijna 2 jaar. En veel positief met de gemeenschap en meer activiteit hier in de gemeente en ook buiten. Met een kleine 15% is de gemeenschap gegroeid tot 55 leden. Nog eens 100 tot 150 mensen zijn betrokken bij de Joodse gemeente. Dat komt dus door de verbindende rol van de rabbijn, maar ook door de internationalisering van Eindhoven. Ook met de vliegverbinding Tel Aviv-Eindhoven komen er veel Israëliërs. En ook natuurlijk in het verband met Brainport City zijn er heel veel Israëliërs die in de high-tech industrie werken, zoals NXP, ASML, ook op de Technische Universiteit. Eens in de 2 weken is er dienst in de kleine synagoge in stadsdeel Strijp. Ook tijdens feestdagen komen Joden hier bijeen. Wij kaartjes versnijden met de vrijen. Bimino mismol is er heel weg met Asje bismolo. Bimino is er heel weg. Wij gaan naar huis. Wij slagen ze heel het imino. De dienst in Hebreeuws, maar bij de Nederlanders Sidur hebben we 2 pagina's. Eén kant is in Hebreeuws en de andere kant in Nederland. En kan mensen volgen. En ook mensen kunnen kijken de pagina's. We hebben hier de speciale nummers. En ik probeer te lopen, wees de belangrijkste stukje. Ik probeer te lopen met de mensen en show him. Ik zie dus dat wij meer bekendheid hebben. Dat het ook aantrekkelijker wordt voor niet-religieuze mensen, met name Israëliërs, om hier naartoe te komen. Hij is een verbindende factor. En wat zij verder ook doen, de rabbijn met zijn vrouw, is het geven van voorlichtingen, rondleidingen, scholen die zeg maar rondleidingen willen. Vroeger konden we dat niet faciliteren, omdat ik gewoon werk. En nu gaat dat wel heel goed. Daarnaast kunnen we ook theologische lessen geven. We treden ook naar buiten bij herdenkingen en dat soort zaken. De Joodse gemeenschap in Eindhoven bestaat zo'n 250 tot 300 jaar.